Yo mensen, daar zijn we weer met de nieuwe Brawl Star minigame video. En vandaag hebben we een hele mooie. Ook omdat ik hier wel wat werk in heb gestoken. Ja, ik heb namelijk 3 verschillende 5 versus 5 maps gemaakt. En wat we erin gaan doen, ik ga het gewoon meteen vertellen. Ja, ik zal de comment er even bij pakken. Deze was van MRDD6350. Zij dit, doe weer eens oude versus nieuwe knokkers. Leuk zo dat Jorrit het ziet, Bowser Army. En dat vond ik een donders goed idee. Dus ik dacht, dat gaan we doen. Maar we gaan het dus in verschillende maps doen. De eerste map is deze map met allemaal muurtjes. De map hierna is een redelijk open map. Waarin je dus vooral met afstand knokkers kan spelen. En de laatste map is een map met vooral bosjes. Dus we hebben van allemaal soorten maps hebben we er wat. En ja, ik heb ze dus allemaal speciaal voor deze video gemaakt. Dus het gaat sowieso nice worden. Dat is één ding wat zeker is. En de eerste 3 rondes zijn boven de nieuwe knokkers. En onder de oude knokkers. En daarna wisselen we om. En ja, het is best wel nice. Ik heb er echt zin in. En als jullie er ook zin in hebben, doe een duimpje omhoog. 1000 likes heel vet zijn als dat gaat lukken. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. En mocht jij ook een leuke 5 versus 5 minigame hebben, laat het even weten in de comments. En misschien dat ik jouw idee de volgende keer kan uitvoeren. Dat zou wel leuk zijn. Oh ja, en één laatste iets voordat wij gaan beginnen. Gebruik de code BOUNCE, want dan support je mij een klein beetje mee. Kost je niks extra's en 5% van je aankoopbedrag gaat dan naar mij. En op die manier kan ik natuurlijk ook een beetje video's blijven maken. Maar hoe ik het heb gedaan is vrij simpel. Als je je knokkers selecteert op zeldzaamheid, dan krijg je zeg maar een volgorde met knokkers. Maar eigenlijk is altijd de 2 onderste de nieuwste knokkers en de 2 bovenste de oudste knokkers. Bijvoorbeeld Mortis en Tara zijn dan oude knokkers van mythisch. En Byron en Gray en Squeak, dat zijn dan de nieuwe mythische knokkers. Hetzelfde bij legendarisch. Spike en Crow zijn oud. En dan zijn Mac en Chesse zijn de nieuwste legendarische. Dus op die manier kan je de hele tijd een beetje doorwisselen. Maar ik moet dus nu een keuze maken met muurtjes. Ik ga voor Grom. Grom telt ook nog als nieuwe knokker. Dus ik mag met Grom spelen. En dan ga ik eens kijken of we deze eerste ronde kunnen gaan winnen. Ik ben heel erg benieuwd. Kijk dan, dit is toch wel echt een mooie map. Ik vind hem nice. We nemen dus de blauwe teleport. Wojo, is iedereen Grom? No way! Dit had ik ook niet verwacht. Iedereen heeft gewoon gekozen voor Grom. Ja, ik dacht al, dit is sowieso een goede knokker om hier te spelen. Maar dat iedereen ervoor zou gaan, dat had ik eigenlijk ook niet echt verwacht. We hebben 1 Squeak. Oké, ik ben heel benieuwd. Daar is een Shelly. En die gaan natuurlijk proberen hier alles kapot te maken. Ja, ik ben benieuwd. Oh, Captain Coolstand, die is Dynamike. Oké, dan moet ik hier even oppassen. En hier even kijken of we die Coolstand kunnen pakken. Ik kan mijn gadget even aanzetten. Om in ieder geval daar een beetje Captain Coolstand op afstand te houden. Oké, dit is wel een leuk potje. We hebben eigenlijk Grom tegen Dyna en allemaal andere knokkers. Oké, nu moet ik hier oppassen. Oh, donders. Oh, ik heb hem wel. We hebben elkaar gekild. Oké, Captain Coolstand is dood. En ik ben ook dood. Er is verder nog een Brock. We hebben daar een Surge. Ja, Surge kan werken, maar dan heeft hij zijn super nodig. En Brock gaat nu dood. Ik denk dat inderdaad hier de nieuwe knokkers gaan winnen. Inderdaad, het staat 1-0 voor de nieuwe knokkers. Ik zal het even noteren ook, zodat we niet gaan vergeten. Zo, staat genoteerd. En dan gaan we meteen door met de volgende map. Want we hebben dus 3 verschillende maps. Dit is een meer open map. Dus nu moet je hele andere soort knokkers selecteren. En dat is ook leuk voor de variatie. Want als we elke keer dezelfde map spelen, dan heb je elke keer gewoon waarschijnlijk dezelfde knokkers tegen elkaar. En we willen natuurlijk een beetje kijken wie beter zijn. De nieuwe knokkers of de oude knokkers. Maar voor een afstand map, ja, Gray is op zich wel een goeie. We kunnen Mandy ook kiezen. Ja, ik ga voor Mandy. Dat is natuurlijk een mega grote afstand knokker. Dus we gaan eens kijken wat hij terecht van kan komen met Mandy. Oké, game nummertje 2. Daar gaan we dan. En jullie zien het al. Ja, er zijn een paar dingetjes. Maar eigenlijk zijn het voornamelijk... Oh, we hebben nu alleen maar Mandy's weer bijna. Maar het zijn voornamelijk bosjes en gewoon heel veel ruimte wat we hebben. Ik zag daar nog een Mac. Dat kan ook nog wel eens gaan werken. En ik ben benieuwd welke knokkers de tegenstanders hebben gekozen. Ik denk dat er behoorlijk wat Brocks tussen zitten ook, om eerlijk te zijn. Daar ben ik wel benieuwd naar. We kunnen even kijken. En Spike kan natuurlijk ook. Dat is ook een hartstikke goeie. Dus dat is ook oppassen geblazen. Even hier uitkijken. Je kan trouwens ook die teleport nemen om die andere kant op te gaan. We kunnen even kijken of we Captain Coolstand kunnen hitten. Ja, dat kan ik zeker. Maar ik moet wel uitkijken dat daar niemand via de bosjes gaat lopen. Ja, dat is het nadeel van die zo staat. Oké, iedereen leeft nog. En we zijn... Oh, Gray is er ook nog. Oké, dat is natuurlijk ook een nieuwe knokker. Maar uiteindelijk is bijna iedereen Mandy. Maar ja, dat maakt het ook wel leuk, want Mandy is natuurlijk ook een mega nieuwe knokker. Er moet hier ergens een Brock zitten. Dus even uitkijken, Magic Mouse. Voor hetzelfde geld gaat die Brock in één keer hitten. En dat doet hij nu ook.
En nu kunnen we hier misschien kijken. Oh, dat is geen brok. Dat was een mortis. Oh, er zat hier nog wel een brok. No, ik dacht, heb ik het nou verkeerd gezien? Zat hier inderdaad een mortis en geen brok? Maar er zat inderdaad een brok. Ah, shit. Oké, dan ben ik weer relatief snel dood. Gelukkig is Magic Mouse nog levend. En Rick die kilt iedereen met zijn mortis. Dat is wel echt bizar. Oké, we moeten even oppassen hier zo. Of in ieder geval Magic Mouse moet oppassen. Ik blijf Magic Mouse even volgen. Twee van de oude knokkers zijn trouwens mortis. Ja, mortis is ook echt een oldschool knokker. Dat sowieso. En ja, Magic Mouse die gaat dit niet halen. Volgens mij is hij in zijn eentje tegen de oude knokkers. Zijn dit alle oude knokkers nog? Of er is nog één? Ja, er is nog één nieuwe. James is de enige nieuwe nog. Dat kan niet. Nee, dit worden sowieso de oude knokkers die gaan winnen. Dat kan niet anders. Ja, inderdaad. Dan staat het 1-1. Ik zal noteren en dan gaan we door naar de volgende map. En dit is ook meteen de laatste map. En daarna gaan we wisselen. Dus dan hebben we daarna nog 3 potjes. Dan mag ik een oude knokker zijn. Maar we gaan naar 5 versus 5 map nummertje 3. Waar staat die? Oh, ik keek er helemaal overheen. Kijk, dat is deze map met allemaal bosjes. Dus we hebben nu een map met vet veel bosjes. En ik vind deze er ook best wel vet uitzien, om eerlijk te zijn. Ja, ik heb er wat werk in zitten. We kunnen nu weer een nieuwe knokker kiezen. Buster zou kunnen. Maar ja, het nadeel is waarschijnlijk wel dat hun allemaal met Shelly gaan spelen. Of Chester. Ik ga nu even een potje met Chester. Let's go, game nummer 3. Hopelijk kunnen we deze ook winnen. Oh, ik zie Grom. Oh, dat is natuurlijk ook wel een goede knokker. Ja, Grom is sowieso wel een goede knokker. Want die kan natuurlijk met de gadget door de bosjes heen kijken. Dus dat is wel nice. Maar ik dacht, weet je wat? Ik ben even een andere knokker dan een van de vorige die ik was. Maar ja, we moeten wel oppassen. Want we moeten natuurlijk wel ervoor zorgen dat we in één keer niet allemaal tegenstanders op onze bakkes krijgen. Hier zal ergens een Shelly kunnen rondlopen namelijk. Ah, weet je wat? Ik ga gewoon hier langs. Ik ga gewoon kijken wat er terecht van gaat komen. Oké, dit ging vrij goed. Ja, ik heb hier een Tara te pakken. Oké, nice. Een Magic Mouse, dat is Bonnie. Dat is ook een nieuwe. Ik moet natuurlijk wel een beetje gecontroleerd rond blijven lopen. En daar heb je nog meer Groms. Dus die horen ook allemaal bij mij. We kunnen even gaan kijken. Hier heb je nog meer Groms. Ik ga eventjes hier langs. Ja, Tara die gaat dus kijken. Oké, dat was dus een oude knokker. Dat was een Spike. Ja, ik zat even te twijfelen. Maar ondertussen heeft James Spike gekillt. Dus dat is mooi. Dan zijn we nu nog met 5 over. Ik heb geen idee of mijn teammates nog leven. Of wie de dood is of niet. Ik doe even 1 hit. Want dan heb ik nu 2, 3, 4 hits. Dus als ik nu iemand tegenkom, dan gaat dat wel goed komen. Waar is diegene? Er was ergens nog een Tara. Ik loop gewoon lekker rondjes. In het midden zitten al mijn teammates, namelijk Groms. En hier is nu een Shelly. Die kunnen we wel hebben. Maar die heeft nu die teleport genomen. Ja, die komt aan de andere kant uit. Dus ik loop even hier langs. Ja, en dan hoop ik namelijk dat ik die Shelly tegen kan komen. Oh, ik heb Flap gekild. Haha, let's go. En dan hebben we gewonnen. Hey. Ik heb volgens mij echt goed gespeeld als Chester zijnde. Even kijken. Hier is nog een Grom. Is, ja, we zijn alleen nog maar met Groms. Let's go! We hebben het gehaald. Oké, dan staat het nu momenteel 2-1 voor de nieuwe knokkers. En dan gaan we nu wisselen. Nu zijn wij de oude knokkers. Dus de eerste ronde hebben wij gewonnen als nieuwe knokkers zijn. Ik ben benieuwd of we als oude knokkers ook kunnen winnen. Maar dan doen we nu weer dezelfde map als waar we net in speelden. Dus we beginnen nu weer bij de eerste map. Oh, dat is deze hier, 5 vs 5. En dan wisselen we de maps weer door. Maar eerst even kijken welke oude knokker ik ga kiezen. Ik weet het trouwens al. Ik ga met Dynamike spelen. Want Dynamike is gewoon voor in deze map denk ik de beste oude knokker. Nu ben ik wel heel benieuwd wat voor knokkers onze tegenstanders hebben gekozen. Net waren wij allemaal Grom. En... Oh, dommes! Ze hebben maar 1 Grom. Ze hebben ook allemaal Chester. Dat komt natuurlijk omdat ze verwachten dat iedereen bij ons Mortis zou gaan. En dat is inderdaad het geval. Oké, nou ja, met Chester, dan kan je als Mortis zijn er bijna niks. Dus ik heb nu al zo'n idee dat wij als oude knokkers niet gaan winnen. Nee, dat weet ik eigenlijk al bijna zeker. Maar ja, je weet het niet. Ondertussen zijn ze hier. En ik zal hier even uitkijken. Oh, daar ging ik al bijna dood. Oké, even uitkijken. Ik heb in ieder geval 3 krachtpunten, dus dat is chill. Wat kunnen we doen? Ja, ze zijn hier allemaal mijn maten. Ja. Oh, dat is. We zijn met allemaal verschillende moordjes. En dan vervolgens ik als Dynamike. Wat gaan we doen? We kunnen hier even mijn gadget gaan gebruiken. En dan kan ik misschien Rick hebben. Ja hoor! Hoppa! Dat is mooi, dat is mooi. Dat is eentje. Ik denk dat ik als Dynamike een beetje degene moet zijn die iedereen hier moet gaan pushen. Zat hier iemand in de bosjes? Dat denk ik eigenlijk niet. Maar dat weet ik niet meer zeker. Nee, er zit niemand. Oké, ondertussen leeft iedereen verder nog. Ik heb 1 kill gemaakt en Liggy is ondertussen dood. Ja, dat is dan wel weer jammer. Oké, hier even oppassen. Ik heb nog 1 gadget. Dus daar moet ik eigenlijk het meeste uit zien halen. En anders, die gaat nu dood. Nee!
Die teleporteert net. Anders had ik hem gehad. Ik had hem met mijn gadget. Jongen, jongen, jongen. Oké, ik ga Flap hier even pushen. En ik kan hier misschien even kijken of ik hem kan hebben. Oh, nee, toch niet. Iets te aanvallen dan. Dit was echt kansloos. Kijk, die moortjes, die kunnen niet zoveel. Dat is een beetje balen. Ja, nu misschien wel richting die man. Die alleen James gaat net dood. Magic Mouse kan misschien nog hier Grom killen. Ja, dat heeft hij goed gedaan. En Grom probeerde Magic Mouse aan te vallen. Maar die killde zijn teammate. Dus we hebben nu Magic Mouse tegen Mandy. En dan vervolgens Bonnie. Ik ben benieuwd. Oké, nu kan hij misschien anders wel killen. Want als kleine variant is dat natuurlijk veel moeilijker. Ja, ik ben heel benieuwd of hij dit nog gaat halen. Hij heeft wel 6 krachtpunten, hè. En dan kunnen de oude klokkers misschien toch nog winnen. Ik dacht echt halverwege, dit gaat nooit lukken. Maar dit kan nog steeds. Dit kan nog steeds. Nee, nu niet meer. Oké, de nieuwe knokkers hebben gewonnen. Dus het staat nu momenteel 3-1 voor de nieuwe knokkers. Was wel echt een spannende game, dat sowieso. Maar we gaan nu door naar de volgende map. En in de volgende map hebben we dus weer meer ruimte. Dus nu moeten we meer een afstandknokker selecteren. Colt zou kunnen. T kan niet. Jesse, maar dat is niet zo handig, want dan kan je teammate zitten. Bo zou kunnen. Ja, Mortis, Tara. Ik denk dat Spike inderdaad de beste optie is. Of Gil. Weet je wat? Ik ga gewoon met Gil. Het is wel chromatisch, maar het is natuurlijk nog steeds ondertussen een oude knokker. Want als je ziet hoeveel chromatische knokkers erbij zijn gekomen in de tussentijd, is niet normaal. We gaan gewoon lekker een potje met Gil spelen. Ja, ik weet niet helemaal of Gil de beste knokker hier is, maar hey, we nemen het gewoon voor lief. We nemen het voor lief. Ja, oké, daar gaan we. Met z'n allen, ik zie Kroos en Spikes. Oké, dat is wel leuk. Ik denk dat we misschien wel kans hebben. Alhoewel zijn wij natuurlijk qua knokkers niet, ja, de sterkste afstandknokkers. Ik denk dat hun iets beter hebben. Bijvoorbeeld Mandy is natuurlijk een mega goede afstandknokker, dat sowieso. En ze zijn verder Chester. Ik moet hier even oppassen. Is mijn krachtpunt anders? Is mijn krachtpunt... Ah, hij pakt hem af. Oké, nou, dan mag je hem nu hebben. Nou, dat was het potje voor mij. No way, Flap, jongen. Flap, jongen. No. Dat was wel echt ziek gedaan. Oké, die zag ik echt niet aankomen. Ja, daar moet ik alleen maar respect voor hebben. Dit was wel echt heel erg lijp. Nou, ze zijn hier met z'n allen hier supers aan elkaar opladen. En wij zijn alle... Oh, Magic Mouse heeft ondertussen kill gemaakt. Magic Mouse, die kwam in één keer dus hieronder. Oké, ze zitten nu een beetje met elkaar aan het vechten. En Magic Mouse heeft natuurlijk niet door dat ze hier zo zitten. Kan hij nog zijn super inzetten? Nee, dat kan hij niet. Oh, hij had wel bijna Captain Cool Sam, maar net niet helaas. Dus het is nu momenteel... Oh, er heeft Flap weer een kill met zijn super. Die Flap, jongen, bro. Doe normaal. Dat is toch niet normaal? Hoe krijgt hij het voor elkaar? Dit is echt belachelijk. Oké. Dit lijkt erop dat de nieuwe knokkers alweer gaan winnen. Maar ja, ik heb wel zo'n vermoeden daarvan. Flap die zet ze super weer in, denk ik. En ah, nee. Jongen, jongen, jongen. Die Flap heeft bijna iedereen gekild met de super van Mandy. Niet normaal. Oké, het staat momenteel 4-1 voor de nieuwe knokkers. Heel ziek gedaan door Flap. Maar we gaan door naar de laatste map. En dat is natuurlijk de derde. En dan gaan we eens kijken of we deze nog kunnen winnen. Nee, dat was deze niet. We moeten even de derde selecteren. Die staat hier zo. Oké, dat zijn er met die bosjes. Wie zullen wij zijn? Dan moeten we natuurlijk weer een oude selecteren. Spike zou kunnen... Tara zou kunnen. Er waren ook net veel knokkers waren Tara. Weet je wat? Ik ga Mortis. Want ik denk dat er redelijk wat grom zullen zijn. Dus ik ga met Mortis. Oké, de laatste game. Kunnen de oude knokkers nog een beetje hun eer redden? We gaan erachter komen. Oké, we hebben een Shelly, we hebben een Tara en we hebben een Bo. Oh, Bo was natuurlijk ook wel goed. Ik zal even een beetje mijn super opladen ondertussen. Ja, want Bo kan natuurlijk ook een beetje door de bosjes heen kijken. En die was volgens mij ook inderdaad een van de oude knokkers. Dus dat is op zich wel nice. We kunnen hier even deze pakken. Mag ik deze hebben? Ja, die mag ik wel hebben. Oké, top. Ik zie inderdaad dat daar grond rondlopen. Ja, hier is iemand gekild. Captain Cool Sun is gekild, dus dat is mooi. Donders. Dat was een Jackie. Die moeten we eigenlijk nu ook zien te fixen. We zijn nu momenteel met 4 knokkers. We hebben hier Magic Mouse en die Jackie. Oh, dat is ook een gevaarlijke. Ja, dat sowieso. Ik zal hier even weer mijn super op gaan halen. Rosa. Oei. Ze hebben bijna geen grom. Oké, dat is wel een beetje balend. Ik zal hier ook even mijn super halen. Top, dan hebben we allebei ons super. Dan kunnen we net iets meer. Ja, dan ben ik heel benieuwd of we nu nog überhaupt een paar kills kunnen maken. Ik zal hier eventjes omheen lopen.
En dan gaan we kijken of we hier iemand kunnen vinden. Kijk, als ik die Grom tegenkom, dan kan ik tenminste wat. Maar als ik een Rosa tegenkom of een Jackie, kijk, dan heb ik wel een probleem. Dus ik hoop dat ik een Grom kan tegenkomen. Dus ik ga helemaal hieromheen met de hoop dat we een Grom... Oh, dat was trouwens Bo. Ja, oké, nou prima. Die hoef ik dus niet aan te vallen. En Bo hoeft mij ook niet aan te vallen. We gaan hier even kijken of we Flap kunnen hebben. En dan hier even mijn gadget erbij. En ah, shit, dat was slecht gedaan. Dat had ik beter kunnen doen. Dit was wel een beetje ernstig. Nou ja, dan hebben we waarschijnlijk uiteindelijk nog één oude knokker over. Als we eventjes gaan kijken. En eventjes checken. En we hebben hier... Oh, jawel. We hebben nog een Shelly. Bot 4 is Shelly. Zie. Oké, die moet die jump natuurlijk weer nemen. En dan heeft hij misschien kans. Oké, nice. Ik ben benieuwd. Hij is in zijn eentje... Tegen gewoon 3 anderen. Dus ik ben heel benieuwd of hij dit nog kan winnen. Nou, op een duur, als ze natuurlijk van close zijn... Dan kan hij misschien wel weer kills maken. Oh no, hij kan net niet die Jackie killen. Maar kan hij die Rick nog killen? Nee, dat ook niet. Ik ben benieuwd. Als hij nu anders kan killen, dan kan dit misschien nog wat worden. Bot 4 speelde wel goed. En hij speelde... Oh, ik dacht al dat hij dood zou gaan. Hij gaat nu alsnog dood. Maar wel goed gedaan. Uiteindelijk hebben we de nieuwe knokkers 5 keer gewonnen. En de oude knokkers maar 1 keer. Dus dat is niet zoveel. Nee, de nieuwe knokkers hebben overduidelijk gewonnen. Ja. Maar ik laat het erbij voor deze minigame. Ik bedank jullie voor het kijken. En heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check Bowser.nl voor de Bowser Army kleding. Hoi.